Ja, bizar. Ja, het leven staat gewoon een soort van stil. Ja. Voelt het voor jou ook zo alsof je op een pauzeknop hebt gedrukt? In deze aflevering van Chicks on Screen gaan we langs bij reisbegeleider Cynthia Nuyen. Ook vertellen de chicks in vlogs wat hun zomerplannen zijn. Mijn naam is Amber en ik ben een van de chicks van Chicks in the City. En vandaag ga ik naar camping De Zonnehoeve, wat een half uurtje buiten Rotterdam ligt. En daar ga ik Cynthia opzoeken. Zij is normaal gesproken reisleidster in Latijns-Amerika, maar vanwege het coronavirus zit ze nu noodgedwongen weer in Nederland. En ik ben heel erg benieuwd wat het verhaal daarachter is. Ik ben Cynthia, ik ben 28 jaar en ik ben hier dus naartoe gekomen omdat mijn leven als reisbegeleider in Latijns-Amerika even on hold werd gezet. Dus nu zit ik bij een vriendinnetje op de camping omdat ik dus geen huis heb. Hoe komt dat? Wat voor verhaal zit daarachter? Ik wist altijd wel als klein meisje dat ik reisbegeleider wilde worden in Latijns-Amerika. Ongeveer anderhalf jaar geleden heb ik de knoop doorgehakt. Dan heb ik alles verkocht en alles achtergelaten. En nu zit ik hier weer anderhalf jaar later in Nederland op de camping. Nou, hier woon ik dus nu. Normaal gesproken zitten hier dus arbeidsmigranten in. Maar zij moesten natuurlijk ook allemaal terug naar hun eigen land, omdat er bijna geen werk meer was. Dus toen stonden al deze huisjes leeg. En toen zei de eigenaar van de camping dat ik hier wel tijdelijk dan kon wonen. Maar binnenkort moet ik er dus ook uit, omdat alles natuurlijk weer open gaat. Dus ze hebben alweer aanvragen. Maar dan ga ik dus naar mijn nieuwe huisje toe, waar ik dan nu mee aan het bouwen ben. Wat zijn mijn zomervakantieplannen dit jaar? Gezien de huidige situatie met het coronavirus, doe ik deze vakantie gewoon even lekker rustig aan. Mogelijk dat ik een camper huur of de auto instap. Ik zie wel waar ik dan beland. Ik zou eind juli 3 weken naar Spanje gaan, maar dit is een aantal weken geleden al verschoven naar volgende zomer. Ik ga denk ik vooral verder met het binge-watchen van mijn series en af en toe even iets leuks doen in de buitenlucht. Ik ga proberen om een rondreis in Nederland te doen. Een beetje de mooie plekken van Nederland te ontdekken. En een leuke foto's daarvan kan maken. Eind van de zomervakantie ga ik met 2 vriendinnen nog een weekje naar Griekenland. En dat gaat zoals het er nu uitziet wel door. Ik sta momenteel op een camping. En dat is waar ik mijn zomer grotendeels ga spenderen. En daarover hoor je straks nog meer. Je zei ook al, je hebt al je spullen verkocht. Wat heb je nog? Ik heb bij mijn ouders heb ik 2 dozen staan. En voor de rest heb ik dus mijn backpack. En daar zit eigenlijk alles in wat ik heb. Dus die neem ik gewoon overal mee naartoe. Dat is mijn huis. Ja, je zit hier dus nu op de camping. Wat doe je de hele week? De hele week ben ik bezig met de moestuin bijvoorbeeld. Dus je zit hier zo achterin, die noemen we het voedselbos. Dus daar hou ik me mee bezig. Zodat mensen straks uiteindelijk dus die groentes allemaal kunnen eten. Heb je ook niet gewoon behoorlijk rot gevoeld dat het nu allemaal zo is gelopen? Ja, zeker heel erg. Zeker toen mijn laatste groep vervroegd naar huis toe ging, toen was ik op zich nog wel redelijk positief. En naarmate de tijd vorderde, zag ik eigenlijk steeds meer mijn wereld wel een beetje in elkaar storten. Maar toen ik op het vliegveld dus naar huis toe ging met de repatriëringsvlucht, dan kom je dus op zo'n leeg vliegveld aan. Alle lichten waren uit en mensen die er waren, die hadden mondkapjes op. En toen kwam de klap eigenlijk wel echt super hard binnen. Dat je denkt, er gaat gewoon echt iets veranderen. Het gaat natuurlijk met ups en downs. Hè. Dus vandaag schijnt het zonnetje, is natuurlijk heel lekker weer. Het is hartstikke leuk op de camping. Maar ik kan mijn droom niet meer achterna zoals ik dat leefde hiervoor. Voelt het voor jou ook zo alsof je op een pauzeknop hebt gedrukt? Op zich voelt het inderdaad wel alsof het eventjes op pauze staat. Maar het voelt ook, heel, heel dankbaar dat ik familie vaker zie. Anders dan zou ik dat bijvoorbeeld niet doen. En nu is het echt een soort van bijkomen en gewoon heel veel tijd met hun doorbrengen. Hoi, ik ben Suzanne, een van de chicks van Chicks in the City. En ik ben momenteel een oude caravan aan het opknappen die je hier achter mij ziet staan. Laten we even binnen gaan kijken. Here it is, a groove slightly transformed. Just a bit of a break from the norm. Ik heb zelf nog niet zo heel veel kluservaring. Maar mijn motto, wat ik van Pippi heb geleend, luidt: ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Let's go! Nou, dat is in ieder geval gelukt. De grondverf die zit erop. Als deze caravan straks helemaal is opgeknapt, dan wil ik hem eigenlijk gaan verhuren.
Vind ik natuurlijk ook heel leuk om er zelf een nachtje in te slapen. Maar het lijkt me nog leuker als ik hier in de toekomst misschien wel mijn werk van kan maken. En mijn deadline is eind augustus. Dus per september hoop ik deze caravan te kunnen verhuren. Het idee om een caravan op te gaan knappen, die is eigenlijk vorig jaar ontstaan. Toen werkte ik nog in loondienst. Maar dat beviel me niet meer zo erg. Ik wil eigenlijk meer met mijn handen doen. Ja, en dat is nu gelukt. Mocht je het leuk vinden om mijn klusavontuur te volgen, dan kan dat via Facebook en Instagram onder de naam Hippe Caravan. Want dat is wat die gaat worden natuurlijk. Hoe denk je dat corona nu de reisbranche gaat veranderen? Ik denk dat het reizen sowieso heel anders gaat worden dan dat we gewend zijn. Ook denk ik dat veel Nederlanders bijvoorbeeld Nederland ook meer zijn gaan waarderen in de afgelopen tijd. Dus ik denk dat het verre reizen misschien wel gaat afnemen. En iedereen ziet natuurlijk ook wel wat niet vliegen met de wereld doet. Ik denk wel dat het reizen anders gaat worden dan dat we het gewend zijn. Dus ja, we moeten zien hoe het zich gaat ontwikkelen. Maar ik denk wel dat iedereen altijd wil reizen, nieuwe avonturen wil hebben, de wereld wil ontdekken. Zeker mensen van onze generatie. Dus het reizen komt sowieso terug. Dat sowieso, daar geloof ik echt 300% in. Alleen ja, op wat voor manier, geen idee. Ik vond Cynthia's verhaal onwijs inspirerend. Ondanks alles en ondanks nu deze crisis en dat ze nu dus in Nederland zit, eigenlijk nog zonder vooruitzicht over hoe haar toekomst eruit gaat zien. Gewoon haar positiviteit, dat is echt bewonderenswaardig.